Hey. Oh. Jongen, welkom bij weer een nieuwe week van het vlogboek. Het is maandag, de dag dat jij denkt van kut, het is maandag. Ik wil niet naar school, ik wil niet naar werk, ik wil niet naar... In ieder geval, het is weer maandag en ja, iedereen haat maandag, maar ik eigenlijk niet eens heel erg. Het is lastig, het weekend is voorbij, het weekend was chill, het weekend was leuk. Mijn weekend was in ieder geval leuk, was jouw weekend leuk? Zeg even in de reacties. Maar dan moet je toch weer door aan het werkleven of het schoolleven. Voor mij dan het werkleven, voor jou waarschijnlijk het schoolleven. Is dat erg? Ja, het is niet heel top, nee, eigenlijk. Weet je, het is helemaal niet erg, want nu heb je nieuwe kansen, meer motivatie om er van je week gewoon een fucking goede week van te maken. Want weet je wat het is? Het afgelopen weekend was leuk, maar dat was gisteren en eergisteren. En ja, weet je, dat zien we nooit meer, dat komt nooit meer terug. We kunnen nu alleen nog maar uitkijken naar het volgende weekend. En dat is ook iets wat ik bij jullie wil zeggen. Zoek iets wat jij leuk vindt, al is het gamen op een dag of misschien ook YouTube filmpjes maken. Zorg dat je iets vindt waar jij jouw motivatie in kan stoppen. Want wat ik al zeg, dit krijg je nooit meer terug. Dit moment nu. Het moment dat jij nu naar mijn video zit te kijken. Wat ik enorm tof vind. Want ik neem tijd om deze video te maken. En jullie nemen de tijd om het te kijken. En daar ben ik heel dankbaar voor. Natuurlijk is het altijd kut om vroeg uit je bed te gaan. En al die shit. Ik heb daar heel erg veel last van. Want ik ben echt geen ochtendmens. Maar op een of andere gekke manier lukt het mij maandag altijd om goed vroeg mijn bed uit te gaan. En voor de rest van de week wordt dat dan minder en minder en minder. En dan kom ik zeg maar uit op weer dezelfde cyclus van ik wil niet. Maar ja, dan is het alweer bijna weekend. Dus dan wil ik eigenlijk weer wel. Want dan is het weekend er weer. Kijk, weet je? We doen het deze week anders. Jij en ik. Deze week gaan wij namelijk onze week veranderen. Wij gaan leven alsof dit de laatste dag is dat we leven. Want weet je wat het is? Het kan zomaar het einde zijn, hè? Met die bomdingen in Hawaii en shit. What the fuck. Deze week is het hartstikke kut weer in Nederland. En is het moeilijk om positief te blijven. Maar blijf dat. Want zoals ik al zei, mijn bed uitkomen is fucking lastig. Maar de laatste tijd heb ik een soort van motivatie gevonden. Dat ik gewoon zeg, oh, goedemorgen dag. Fuck you. En op een of andere manier motiveert mij dat oprecht. Gewoon om mijn bed uit te gaan. En om er dan gewoon voor te gaan. En ja, tuurlijk zullen er lastigere momenten zijn in mijn dag. Als ik even fucking moe ben of whatever. Maar ik probeer het daarna op te pakken. En ik moet zeggen dat ik met het vlogboek echt wel motivatie heb gevonden. Om deze dagen gewoon tof te maken. En dat is wat jij ook zou moeten doen. En weet je wat ik ook heel vaak probeer te doen? En dat wil ik dat we deze week ook gaan proberen. Zorg dat je iets goeds en iets leuks voor iemand anders doet. Ik weet het, het zijn hele makkelijke dingen om te zeggen. Maar weet je wat? Net zoals hoe ik al een jaar zei dat ik dit zou gaan doen. Ik ben het nu aan het doen. En het is voor mij echt de beste verandering van mijn leven, oprecht. Dus ja, ik wil eigenlijk alleen maar zeggen, ga het ook doen. Doe het eens. En doe eens wat goeds voor iemand. Al is het je beste vriend, vriendin, opa, oma, vader, moeder. Ik heb mijn vader vorige week een hartstikke gaaf cadeau gegeven. Gewoon omdat ik dat wilde en omdat ik dacht dat hij dat verdiende. Dus ja, ga samen met mij deze week positiever, leuker en gezelliger maken. Want ik denk dat we daar alleen maar het beste mee zijn. Want wie weet is het binnenkort gewoon het einde. Want... Oké, misschien is het nu een wat andere video dan dat jullie normaal van mij gewend zijn. Maar ik vond gewoon dat ik met jullie moest delen hoe ik mijn week ga proberen in te vullen. En ik wil gewoon dat jullie dat ook doen. Want dat is gewoon, denk ik, het beste wat we nu kunnen doen. Vooral met dit kut weer. Dus zorg gewoon dat je er wat vets van maakt. En zet even in de reacties wat jij van plan bent om te gaan doen. Of wat jij wil bereiken deze week. Want het is goed om doelen te stellen. Oké, dat was de vlogboek voor vandaag alweer. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Misschien wat korter en een wat abstractere vlogboek dan normaal. Maar het was nogmaals gewoon iets wat ik graag met jullie wilde delen. Dan valt er zoals altijd nog maar één ding te zeggen. En dat is natuurlijk like en abonneer en reageer. En ik zie jullie morgen weer. Zo, nu heb ik de zoom al gedaan met mijn camera. Hoef ik het niet nog een keer met de edit te doen. Hé, kut.